Exodus 24. Tot Mozes zeide hij: Klim op tot de Heere, gij en Aaron, Nadab en Abihu en 70 van de oudsten van Israël, en buigt u van verre neder. Maar Mozes alleen zal tot de Heere naderen. Zij echter zullen niet naderen, en het volk zal niet met hem opklimmen. Toen kwam Mozes en deelde het volk al de woorden des Heeren en al de verordeningen mee. En het gehele volk antwoordde eenstemmig: Al de woorden die de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes schreef al de woorden des Heeren op. Vroeg in de morgen bouwde hij een altaar onderaan de berg met 12 opgerichte stenen overeenkomstig de 12 stammen van Israël. Toen zond hij de jongelingen der Israëlieten heen en zij brachten brandoffers en offerden stieren als vredeoffers voor de Heere. Daarop nam Mozes de helft van het bloed en deed het in bekkens. En de andere helft van het bloed sprengde hij op het altaar. Hij nam het boek des verbonds en las het voor de oren van het volk en zij zeiden: Alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen, en daarnaar zullen wij horen. Toen nam Mozes het bloed en sprengde het op het volk, en hij zeide: Zie het bloed van het verbond dat de Heere met u sluit op grond van al deze woorden. En Mozes klom op met Aaron, Nadab en Abihu en 70 van de oudsten van Israël. En zij zagen de God van Israël, en het was alsof onder zijn voeten een plaveisen lag van lazuur, als de hemel zelf in klaarheid. Maar tot de vooraanstaanden der Israëlieten strekte hij zijn hand niet uit. Zij aanschouwden God en zij aten en dronken. De Heere zeide tot Mozes: Klim op tot mij de berg op en blijf daar. Dan zal ik u de stenen tafelen geven, de wet en het gebod, die ik opgeschreven heb om hen te onderwijzen. Toen stond Mozes op met zijn dienaar Jozua en Mozes besteeg de berg Gods. Maar tot de oudsten zeide hij: Wacht hier op ons, totdat wij bij u terugkeren. Aaron en Geur zijn immers bij u. Wie zaken heeft, moet zich tot hen wenden. Daarop besteeg Mozes de berg en de wolk bedekte de berg. De heerlijkheid des Heeren rustte op de berg Sinai. En de wolk bedekte hem 6 dagen lang. Op de 7e dag riep hij tot Mozes midden uit de wolk. De verschijning van de heerlijkheid des Heeren was als verterend vuur op de top van de berg ten aanschouwen van de Israëlieten. Mozes ging de wolk in en besteeg de berg. En hij bleef op de berg 40 dagen en 40 nachten.